Ja, je hebt van die voetbalclubs, hè. Ja, die noemen zich dan voetbalclubs, maar die zijn dat eigenlijk helemaal niet. Neem nou bijvoorbeeld een NAC en de Graafschap en Cambuur en Go Ahead Eagles. Dat is een gemeenschap. Dat is een soort saamhorigheid tussen die mensen. Een soort verbondenheid die ver boven het voetbal uitstijgt. En dat heeft ook Feyenoord, want dat zeg ik altijd. Feyenoord is, ja, ik blijf dat herhalen, de mooiste club van Nederland. En dat zien we nu ook weer gebeuren. Met dat legioen. Petje af. Ik heb hem even niet op, jongens. Maar dat legioen van Feyenoord. Hebben jullie het gezien weer in het stadion? Kon je dus voor €5... kon je dus je spandoek over je stoeltje halen. En wat denk je? Bijna helemaal uitverkocht. Met 47.000 stoeltjes bedekt met spandoeken. En dat is ongelooflijk. Geen enkel stadion in Europa heeft dat gezien. Wel de Kuip. De Kuip hangt helemaal vol. Door de trouwe. Het is werkelijk. Daar zijn geen woorden voor eigenlijk. Dat is ook het bijna niet te beschrijven. Want dat is een gevoel tussen dat legioen en die club. Dat is van een enorme schoonheid. Dat zien we in het Feyenoordstadion gebeuren op dit moment. Hangt helemaal vol. En ze zeggen het ook zo vaak, hè. Een Feyenoorder word je niet. Nee, als Feyenoorder word je geboren. Legioen, nogmaals. Petje af.